Goedendag, welkom bij Slijperij Rangrooi. Mijn naam is Ellen de Veld en vandaag wil ik jullie meenemen in de wereld van de Japanse messen, maar dan eigenlijk gericht op snijmethodes of de snijtechnieken. We hebben korpsmes vandaag, of de Santoku gaan we gebruiken. Ik heb hier Mark Vaassen bij me en we gaan wat snijtechnieken laten zien, zoals bijvoorbeeld het duwen, trekken, het oscilleren, het wiegen, maar ook het toeneren. Allemaal mogelijk, maar met welke specifieke doeleinden doen we dat? We beginnen is eigenlijk met het duwen. Laten we dat doen. Ja, nou, Santoku, een mooi klein handzaam mesje. Super scherp deze ook. We gebruiken lente-ei. Lente-ei is best wel moeilijk te snijden. Het heeft een hele gevoelige structuur, zeg maar. Dus als je geen scherp mes gebruikt, dan druk je hem kapot. In de Japanse keuken doen ze heel veel zo snijden. Kort, super fijn, drukkend zeg maar. Dat is een techniek wat ze in Japan voor negi, oftewel lente-ei gebruiken. Er wordt veel dat contact, dus telkens weer dat insnijden ja. Van die ei. Ja. Wat belangrijk is dus met die techniek, is dat je niet stopt. Dus ik druk, maar ik stop niet. Zeg maar zo. Nee, dus niet hakken. Nee, niet hakken. Nee, ik snij. Korte beweging. Maar het is echt snijden in plaats van drukken. Dus je moet niet stoppen boven het product, want dan ga je drukken. Precies, er komt ook druk anders op het lemmet. Minder goede snijtechniek en ook direct minder goed voor het mes, minder voor het product. Ja, bom. Dit is voor een wat hardere producten dus. Bijvoorbeeld nu trekken met het mes. Zouden we dat... Ja, dus het is dan ga je zo. Is met deze wat moeilijker, want dan blijft hij haken. Maar dat zou bijvoorbeeld met prei, zou dat wel weer heel goed kunnen. Maar ook hier mee uitkijken, want hier is de kans dat je in je vingers snijdt nog groter. Want je haalt steeds dat mes, zet je opnieuw aan. Dus je zet opnieuw aan in je product en met duwen heb je dat niet. Dus met trekken zou ik eigenlijk, dus met dit product is het wat moeilijker. Heb je nog een techniek om hoe je handen eventueel moet vasthouden? Of hoe werkt je vingers? Ja, wat altijd heel belangrijk is, is dat je alles op één lijn hebt staan. Hè? Dus, en niet dat in één keer de duim erdoor schiet. Want, of even zo. Dus je houdt je vingers gekromd. En je houdt alles op één lijn, dus je vingers hou je zo vast en je doet niet even je duimtopje naar voren, want dan gaat hij eraf. Dus alles wat hier buiten steekt, gaat eraf. En ik geef hem altijd aan met deze, dus zeg maar de middelvinger. Die steek ik ietsje vooruit en daar laat ik dat mes tegenaan glijden. En dat doe je ook met trekken? En dat doe ik ook met trekken en dat doe ik ook met oscilleren, zoals ze dat noemen. Hè? Ja. Dat had ik ook gelijk even laten zien. Oscilleren is een beetje dat wiegen, of eigenlijk maar wel contact houden met... Ja. Dus je raakt een soort treintje. Ja, dus eigenlijk de echte chef's move is dit. Is gewoon een rondje maak je eigenlijk. Je hoort de vele mensen ook niet. Nee, je hoort hem ook niet. Ook hierbij is het belangrijk dus dat je die hele bewegingen wel blijft maken. Dus het is een beweging die wat doorgaat. Dus je snijdt en je drukt niet. Want het gebeurt ook heel vaak dat in het begin... Dan zit je alleen maar aan de achterkant. Ja, dan zit je alleen maar aan de achterkant. Dus het is belangrijk dat je die hele lengte van dat mesje meeneemt. En je houdt hier ook contact met de plank. Dus je houdt ook, je weet daadwerkelijk waar je zit met het mes. Ja. Ook met lente-ei en prei, dat zijn harde producten. Doe even tussendoor even je mes aanzetten. Gewoon even die bite te houden. Om die bite te houden, ja. Oké, dus dat is dat. Wat zou je wiegen? Bijvoorbeeld meer met kruiden? Je hebt ook nog natuurlijk die, dat kan ik nu met lente-ei doen. Dat wordt niet een heel groot succes, maar bijvoorbeeld met een uitje zou je dat kunnen doen. Maar dat is dus dit, hè? Dus dat is het hakken. En dan laat je hem eigenlijk in een driehoek gaan. En dan laat je hem rondgaan. Dus het punt blijft, hou je vast met je drie vingers. En je wiegen was een groentemes zo over je. Of je kan het zo doen, hè? Dus want dan heb je eigenlijk je mes vastzitten tussen je hand. Maar kijk uit met je duimen. En dan kan je iets bijvoorbeeld hakken, kruiden hakken.
Dat gaat met een mes toch mooier dan bijvoorbeeld in een keukenmachine. Want dat zijn vaak hele botte messen. Hier komt hij nog verfijnder eruit. Ja. Super. Nou, dus dat is ook een mooi gehakt, dun gehakt lenteuitje. Nou, dan zou je bijvoorbeeld nog kunnen ciseleren. Champignonnetje. Dat is ook een... ja, een beetje het duwen, zeg maar, van het duwen of het trekken van die, wat we eerst lieten zien. Dus dat zou dan, zeg maar dit, hè. Dat is meer dat trekken, hè. Ja. Nou, dat is ook een techniek. Het ciseleren noemen ze dat. Heel mooi dun snijden. Maar ook hier, kijk uit dat je je vingers gewoon... goed zo houdt zoals ik ze daar straks zei. Zeg maar zo. Dat is belangrijk. Nou, dan kan ik nog bijvoorbeeld met zo'n santoku kan je ook bijvoorbeeld die komkommer snijden op zijn Japans. Hè? Ah, ja. Nou, pak je een komkommer stuk en dan zou je hem zeg maar zo erop kunnen zetten. Ja, zo erop zetten. En dan ga je rond. Dan zie je het mooie mes. Van allebei de kanten hou je het in de gaten. Dus je doet draaien met een vinger. Met deze duim doe ik een beetje doordrukken. Hiervoor heb je ook een heel scherp mes voor nodig, want anders dan gaat het gewoon niet. Waarom zou ik het zo doen? Nou, je zou zo sushi rollen, maki rollen kunnen inpakken. Maar je kan ook een hele mooie julienne snijden zo. Daar zijn die santokus ideaal voor. Dat zou dan de julienne zijn voor in de sushi rollen. Ah, heel mooi. Fijn. Super dun. Super dun. Ja. Scherp mes. Dit is wel een techniek waar je even voor moet oefenen, denk ik. Ja, dat is een techniek die wat je even onder de knie moet krijgen. Ah, leuk om te proberen sowieso. Leuk om te proberen. Kijk uit dat je niet in je vingers snijdt, maar dat is met alles. Als je scherpe messen gebruikt, ja. Dat is nou eenmaal zo. Ik zou nog even met deze... kan ik het tourneren laten zien? Nou ja, in de Japanse keuken doen ze het insnijden. In de Franse keuken, nou dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Maar in de Japanse keuken doen ze dus bijvoorbeeld voor de sommige gerechten doen ze mooi insnijden. Ook ja, als je een heel mooi, scherp, fijn mesje hebt daarvoor. Maar je bent nu eigenlijk haast decoratief bezig om het presentatie. Ja, ja. Dat zou een techniek zijn. Maar ook daar weer voor, als je daar een lomp groot mes voor hebt, daarvoor is dit mesje van Ryusen is daar heel mooi voor. Dit is een techniek die komt niet meer veel voor. Maar die komt uit de Franse keuken. Ook wel op de Tournedos Rossini. Kwam er zo'n champignonnetje. Dus je houdt je mes eigenlijk andersom. Zo heb ik het geleerd. En je ziet, ik heb het ook al een tijdje niet meer gedaan. Hoe vaker dat je het doet, hoe mooier dat die wordt. Er is nog eentje uit de klassieke opleiding, man. Ja, er is er nog eentje van. Vroeger, zo zijn ze vandaag zeggen. Vroeger. Mooi. Ja. Super. Nou, je zou met de santoku kan je ook gewoon heel mooi vis of vlees snijden. Bijvoorbeeld een tartaar van zalm. Zou je daar gewoon heel goed mee kunnen snijden. Santoku, überhaupt, staat voor drie deugden. Dus santoku is geschikt voor groente, vlees en vis. Een heel allround mes, kort, duidelijk om mee te werken in de zin van controle. Maar ook natuurlijk voor alles geschikt in de keuken thuis. Dus je hebt al een heel universeel mes voor heel veel snijmethodes. En eigenlijk gewoon heel goed geschikt voor de mise en place thuis. Mark, die zet hem nu hier in de zalm.
Nou, je zou zeggen van zalmtataar, ja. Je kan hem ook in de blender. Maar ik vind het dan toch mooier als je dan nog, als je hem heel scherp mesje snijdt, met zo'n santoku bijvoorbeeld. Dan houdt die zalm wat meer structuur. Ja, waardoor je tartaar eigenlijk lekkerder wordt, vind ik. Heel mooie, fijne blokjes. Super. Dankjewel Mark voor deze duidelijke uitleg. En ik zou zeggen, kom een keer langs naar de winkel hier bij Rangelrooy. En hier hebben we genoeg santoku staan. Waar je je kan gaan gebruiken. Waar je dit soort dingen mee kan doen thuis. Oefenen, kijk uit voor je vingers. En als je alvast wil rondkijken, ga dan naar www.hamone.nl voor onze collectie. En bedankt voor het kijken. En bedankt Mark. Top.